Yo mensen, welkom bij weer een winderige nieuwe video. We zijn op weilandje, we hebben eindelijk toestemming naar vier boeren. Vier boeren verder. En daar is Bloemhuisje. Schaals allemaal afgemaakt. Ja, die liggen allemaal ergens onder de grond. Dus, Rennie, wat wil je vinden? Lekker ver. Zilver zoeken, jongen. Zilver. Ik heb hier een signaaltje in zitten en een hoop dat ik een gelijke heb. Daar kluit je het uit. Mooi handig zo'n grasmes ook. Ik kan jullie er niet echt boven zetten, want dat werkt een beetje kloten. Kijk, dit zit er trouwens wel in. Een stukje oude. Oké. Een stukje oude pot. Ja, steen. Ik voel er rond, dus een kommetje zoiets denk ik geweest. Nou, ik haal nog even mijn schepje uit, ik ben zo benieuwd terug. Ja, ik ben er weer. Pimpoy er weer in, man. Ik zit er nou wel heel dicht op. Zeker nog een schep eruit, hoor. Dat wordt wel heel diep. Ja. Gewoon een beetje redelijk. Qua diepte. Ik ben zo terug, ik haal nog even mijn schepje uit. Nou, ik weet niet. Hieronder zit iets heel groots. Dan ga ik er niet uithalen, want dat is me te groot. Dus mensen, ik ga verder. Beter hier zo. Ik weet nog niet wat, maar zet er wel in. Het is klein. Het is klein, dus we gaan samen zoeken. Ah, een munt. Een duit. Ja, die is wel heel glad. Ik denk een duitje of zo, maar ja. Hij is glad, dus ja. Kun je er weinig van maken. Nou, wat vind je van je eerste mooie vondst? Eerste muntje. Op dit veld. Op dit veld, ja. Mooi toestemming gehad. Eerste gaatje. Nee, hoe lullig. We zijn een half uur bezig. Ik weet niet. Eerste muntje. Misschien staat er nog wat op. Misschien krijgt hij hem nog schoon, misschien niet. Daarom, zullen we zien. Top. Bloemhof weet het weer niet. Er staat er wel wat op. Kom maar even kijken. Oh, wauw. Wat zit erop dan, joh? 1-4 of zo, 4 kreutz, wat? 1-4 nog wat. Dat is fucking dik, man. Wat trekt er ook? Misschien zit er nog een kantje op. Wat doe maar. Heel voorzichtig. Deze is nog fucking mooi, maar hij is heel dun. Oh wow. What the fuck is dat aan, joh? Denk dit dan ook? Oh, daar. Afdrukje, altijd mooi. Die is vet, of niet? Voor mij is een Duitser of zo, lijkt wel. Maar ja, volgens mij ook, ja. Hers. Nassau, ja, hij is wel Nederlands, maar. Een Duitse Nederlander. Nee. Je moet mooi met een vondstenbakje, denk ik. Misschien even kijken welk jaar het erop staat. Hoe is het zien? Voor mij 18, 19. Hey, hoogje bij je? Ik heb mijn mooie ding bij. Oh, ik heb alles bij me. Ik heb dat is wel mooi. Ik heb drie vondstenbakjes bij me. De andere kant is super strak deze, nog niet met die beide kanten super strak. Niks aan doen.
als je hem kijkt met zijn oogie. Oh, rand. 18, 19. Ja? Ja. Oep. Ja, tweede keer al, hè. Hij wil gewoon dat ik hem niet krijg hier. Nee, echt wel. Fucking zaak. Mooi ding. Jammer dat hij een beetje krom is, maar... Ja, daar doe je niks aan, denk ik. Een bakje pakken? Doe hem maar even in, ja. Want ik denk dat hij mijn... Ik denk dat mijn vondst een bakje niet bij me. Jij mag kiezen, ik kan hem in de Garrett ik heb, doen. Ik heb wel mijn detector aan de tasje, maar ik heb mijn vondst een bakje er niet in zitten, dus... Dat is niet zo verstandig. Ik wil hem een slot hebben. Ja, het wordt detector aan het bakje. Ik kan de andere in. Oh, de andere hier. Handig. Handig. Van de detector anders. Dus heb je die te goed bon gekregen van de detector anders, dan kun je ook zo'n mooi bakje halen. Kijk, wat het slimste is. Wacht, ik doe maar in mijn andere. Hij heeft er normaal sneetjes in zitten, maar die heb ik in mijn eigen bakje zitten. Oh ja, natuurlijk. Dief. Dief. Nou, we gaan weer verder. Ja, die is ook mooi. Tot de volgende! Nou, ik had eerst dit en die had hier een signaaltje, maar ja, zeg graaf jij maar. Dat hij allemaal muntjes vindt. Nou, het lijkt op iets van een gesp. Maar ik ga thuis een beetje schoonmaken. En dan had ik hier ook nog een signaaltje. Ik heb hetzelfde gehad. Zal weer niks wezen. Ik ga een borsteltje erbij pakken en dan laat ik jullie weer zien. Ik denk iets van een gespje en een nagel of zo, een speaker. Maar ja, ik ga weer verder. Zo, eindelijk een videootje waarvan ik zelf een keer zeg van nou, ik denk dat die video aardig is. Maar... Die andere twee waren het eigenlijk ook al, maar ja, ik had bij alle twee zoiets van, oh, ik weet het niet zeker. Dus we gaan deze even kijken. Volgens mij zit het in een kluitje. Ik heb een 50. Hij ligt hier. Mesje erbij. Dat is handig zo'n mesje. Nee, is er wel. Oh, ah, hier. Geen idee wat het is. Lekker een logootje. In ieder geval blik. Maar ja, zo zie je maar. Als je denkt dat het niet te filmen is, dan heb je wat moois. En dan denk je wel wat te filmen en dan heb je iets minder moois. Maar blijf leuk. Komt uit de grond. Man at work. Ken je hem nog? Man at work? Die prullenbak? Ach ja. Een stukje lood. Ja. Mooi. Mooi Pascal. Hoi. Hoi. Toeschouwer. Nou, graaf. Ik heb al. Oh, zit er een kluitje? Wat zit er een kluitje? Ja. We zien het al. Een gouden ring. Een viking. Ja, muntje. Geen muntje. Wees hè, je staat wel wat op. Loodje. Ik wel. Loodje? Muntje? Loodje. Ik een munt met een gat erin. Een gatenmunt, daar zat wel wat op, ja. Kijk, kom ik dicht bij jou. Even mijn hand erachter doen dan of zo. Zal dat werken? Ik weet niet of dat werkt, want we hebben geen video skills. Nee, we zijn geen professionele YouTuber. Nou, zullen we zo proberen dan. Ja, ja. Ah, kijk. Er staat wat op inderdaad. Het lijkt wat op te staan. Maar wat? Nou ja,
Dat is dan Pascal om uit te zoeken. Veel plezier met je vondje, jongen. Jawel. Ja. Nou, ik had hier weer een haartje. Ik heb niet zo heel veel vandaag. Randy had vandaag de jackpot. Twee muntjes. Hier mijn grootste reis onder de grond. Die laat ik mooi liggen. Dus ja. Yo mensen, korte video. Mond vol. De mond vol van wijngaards. Ja. Ja, ik had vrij weinig. Ik ook. Randy had wel een paar mooie munten, maar verder ook het viel ding wat er op het lijntje lag. Zo net zijn we nog even gauw voor de boerin, die vroeg of we een ring wouden zoeken voor haar. Die had, of haar dochter, die had die verloren. Dus Boeddha ring, zilveren ring, maar niet kunnen vinden. Dus mogelijk ligt die ergens anders. Maar, dus wij zijn weer onderweg naar huis. En jullie bedankt voor het kijken. Dubbele duimpje omhoog. Abonneer hem, hier beneden. En later.